Ik heb nooit geweten dat onaardig zijn zo leuk kon zijn. Ja, ik zei het toch. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu en Sir Naya, speler Hurt World. Vandaag is weer een nieuwe aflevering en een nieuwe map. En, oké, hij is nog niet helemaal soepel. Nieuwe server. Nieuwe server, nieuwe map. Yeah. 5 shotgun shells. Ja, die kan niet eens meenemen. Ik heb er toevallig net ook 3 gevonden. Ja. Ja. We zijn toch in hetzelfde dorpje? Dat heb je met zo'n nieuwe map. Alles is anders. Weer een pakketje. Ja, sick. En ik heb wel een quad nipple bike. Oké, die wil ik wel meenemen. Ook al gaat het een beetje weinig inventory. Maar volgens mij hebben ze ook een... Wow, dit gaat een beetje raar. Ja, het is niet helemaal af. Maar we spelen dus vandaag op de nieuwe map. Op een nieuwe map. De nieuwe map. Dit is City. Ik zeg het nou weer verkeerd. Slash help map. Staat dit daar is survival, heet het volgens mij. Help map. City Survival. City Survival Evolved. En vandaag gaan we weer tegenaan. En ja, wat gaan we doen vandaag? Nou, we zijn begonnen met een nieuwe server, dus we kunnen het wel even over hebben. We zaten erover denken om een 3 keer server te doen, maar het is een 2 keer server geworden, want 3 keer is wel een beetje heel veel. Is dit een monster? Nee. Hier zit een deur die geen deur is. Er zit een gat, maar ik kan er niet doorheen. Nou ja, dus helaas. Kun je hier al opklimmen? Doet dat het? Vuilnisbak? Ja, leuk. Ja, oh, de ladder doet het. Goed gedaan. Mortu is er! Mortu! Fuck. Sorry, er is hier een kereltje. Mooie map heb je! Ja, dankjewel. Oh, je bent echt een YouTuber. Ik ben echt een YouTuber, dat klopt. Dit is waar. Oeh, pakketje. Wil je hem doodmaken, trouwens? Hé, maar die nieuwe map, daar heb je dit soort loopplekken ook al? Ja, volgens mij wel. Ik ga hem gewoon killen, hoor. Oké, dat is mooi. Zo, hoppakee. Oeh, hij had al die orangs iets. Oh. Ja, ik ben zo gemeen, jongen. Maar ik heb even die spullen nodig in het begin van het spel, weet je wel. dus dat is ook een nieuwe... Het heet Hurt World. Hurt World. Does it hurt world? Ja. Dat doet pijn. Maar ja, dat hoort er gewoon een beetje bij. Dus dat wilde ik wel even vertellen. Ja, dat is waar. Maar dat wilde ik wel even vertellen. Dus ik ben niet meer aardig. Dat, ja. Niet om een reden. Ik ben nog steeds een beetje aardig. Ja, jij wel. Ja, ik niet. Maar ik niet. Ik wil bovenop die berg gaan wonen eigenlijk. Ik wil eerst uit dit gebouw komen. Succes. Laten we even kijken. Want oké, dus we hebben 2 keer gather. Dat is chill. Oh, dit is, dat is zijn loot. Hier nog iets. Dit is wel spannend, man, als je hier doorheen loopt. Hij is disconnect ook gewoon, hè, die dude. Oh. Hij vertrouwde mij dat ik niks zou doen, ja. Hij kende de nieuwe regel nog niet. Yep, hij heeft de aflevering nog niet gezien. Ja, dat kan ook. Ja. Wow, ik ben op het dak. Daar ging het heen. En nu wil ik er weer af. Oh, daar is ook een mannetje. Die kan ik ook op killen. Maar ik ga het niet doen. Oh, dit is trafwerk. Kom naar beneden, alsjeblieft. Crash is Hurt World. Oh, dat is... Oh, een pakketje gevonden. Yes. Oeh. Kun je daar off-road gearbox? Dan moet ik eerst nog dingen maken, maar ik kan deze off-road gearbox niet meenemen. Nee. Gooi ik de shotgun shells al weg en dan neem ik hem mee. Ik heb ook 5 dynamiet gevonden, overigens. Oh, dat is wel echt een goede find op zich. Ja, zeker. Voor die grote rotsblok. Oké, ik ben beneden. Laten we een plekje zoeken om te wonen. Kom nou. Ben jij met de sfeer? Ja, ik ben hier. Ja, dan ben ik hier. Oké. Wil je die dude ganken? Wil je hem even killen? Ik heb geen... ik heb ook wel veel spullen, dus wie killt wie? Oh, zijn we z'n tweeën, laat maar. Dan gaan we het... Dan gaan we eerst wel zijn eigen spullen. Ik moet wel zeker weten dat ik ga winnen, dat is wel belangrijk. Want ik ben wel een beetje een mietje wat dat betreft. Ik ben wel een aardig mietje, laten we het daarop houden. En ik ben een aardige waaghals. Oeh, dat zouden we... Dat klinkt ook wel als een goede naam. De aardige waaghals. Nieuw YouTube channel, de aardige waaghals. Subscribe vandaag en word ook een waaghals. Kun je beter op jou abonneren dan op mij, anders dan word je een mietje als je op mij abonneert. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. maar nu eerst op de berg wonen. Hey, we worden gevolgd. Jammer dat we nog geen boog hebben. Ja, inderdaad. Nou, we kunnen wel... Kunnen we ze we kunnen ze niet outbeelden, hè? Dat is een beetje jammer. Nee. We kunnen ons wel verstoppen. Ja? Ja, als wij een totem hebben, dan kunnen we ze wel outplayen, maar dat gaat een beetje moeilijk. Kunnen we niet met de moeite op een berg springen, zodat zij er niet kunnen? En als ze dan bij ons willen komen, dat we ze met de speer ervan af kunnen.
We kunnen ze al proberen te killen. Ah, dat is wel een beetje gevaarlijk. Wel high risk, maar hè. Ik heb wel mijn engine gevonden al, hè. Dus daar ben ik. Nou, oké, okay, laten we dan gewoon doorlopen. Ja, we moeten ze meteen wel eventjes ergens kamp opslaan. Dat is wel de bedoeling. Ik heb namelijk ook geen eten meer. Ik heb balhonger. Hmm. Misschien is het juist wel handig om dicht in de buurt van dat dorp te wonen, want spullen. Ja, ik heb wel orangsiets bij me, maar ja, dat is waar. Ja, daar moeten we ze waarschijnlijk wel... Maar aan de andere kant, we kunnen ook bedenken, we hebben nu al de basic tools, omdat we natuurlijk al metaal hadden gevonden. We zouden ook gewoon eerst kunnen zoeken... Daar lijkt wel forest te zijn. Leuk in yes, dat lijkt me een beter idee, want dan kunnen we misschien rood vinden. En dat hebben we echt als eerst nodig. We gelijk een biome overslaan. Dat is wel beter, ja. Laten we dat we hebben het daar wel koud en het wordt nu nacht, want we hebben nog helemaal geen kleren. Ja, maar ik heb wel 35 leather. We kunnen even in deze bosjes gaan staan en daar een workbench doen. En even bogen maken en zo. Ja, dat is prima. Want alle spullen die we maken kunnen we niet kwijtraken. Deze bosjes? Yes. Heb je workbench? Ga er nu eentje maken. Prima. Okay. Hou jij het een beetje in de gaten? Ja, ik heb mijn bijl. Oh, de workbench valt zo op de grond omdat ik niks kan meenemen. Hier, 11 pijlen. Dan pak ik hem tenminste op. Rustig. Ja, die vond ik in kistjes. Ik was er nu wel blij mee, in tegenstelling tot normaal. Normaal is dat al pijlen. Oh, de loot is keer 2, maar je krijgt uit de kistjes gewoon nog de standaard loot. Ja, maar als je een auto kapot slaat, dan is dat is gewoon eigenlijk een dat drop. Dat is ook 3 keer loot, ja. Dat is ook 3 keer, 2 keer. 2 keer, sorry. Bijna 3. Oeps, nog even wennen. Als je 2 auto's kapot slaat, 4 keer loot. Hey, laat dat alweer wel. Mag ik even keer... Ja. Doe jij het maar. Doe je met de dan wisselen we. Ja, doe jij het maar, dan prima. Ga ik... Ik craft strong string. Die heb ik helemaal niet nodig. Dat duurt nog heel lang voordat we die nodig hebben. Even hier dit maximaal van maken. En hout erbij gooien. En dan weaponry... Woodbow. Wat hebben we nodig voor die volgende? Die is niet ember ijzer. En rood, toch? Nee, oké. Okay. Ik heb ook niet zoveel ijzer, eigenlijk. Pak de boog. Oeh, waar zijn die pijlen er nog? Waar zijn de backpacks? Hier. Gear, backpack. Oh, die kost 20. Oh, sorry. Dat ik ik heb niet. Oh, pak jij er eentjes. Goed, dan gaan we nu even... schoenen. Kunnen we sneller lopen. Hoe kosten die? Ja, grey sneakers zijn de beste. Grey sneaker, best sneaker. Als jij die nou neemt... Ja, we hebben wel meer nodig. We kunnen al deze dingen niet betalen. Oh, ziet er wel... ziet er wel bizar uit. Ik heb alleen schoenen aan. Ja... Hier, we kunnen deze shitty shirts kunnen we er wel hebben. En hoeveel zijn die toch broeken? Weer, warm jeans? Nee. Basic jeans? Heb je dat? Het ziet er in ieder geval al uit alsof we... Alsof we goed gegeerd zijn. Oh ja, we hebben in ieder geval al een soort van kleren. Nou, we hebben vooral die boog, dat is het allerbelangrijkste. Ik neem wel dat hout, dan had je nog metaal? Ik heb... pijlen maken. Gewoon... Oh ja, maak die ijzer maar op, want dan... Dat staat onder ammo. Arrows, pijlen. Nou, ik wil wat meer dan dat. Oh, dat is een zwijntje voor meer leer. Moeten we even kijken. Oh ja, prima. Ik zal dit even. Had je pijlen voor mij gemaakt ook? Anders maak je ze. Ja, ik had ze alleen opgepakt. Want je rende weg. Ik gooi ze wel in de workbench. Alsjeblieft. Thank you. Nou, zwijn kan ik wel snipen. Waar zie je die? Oh, daar is er Daar is er eentje. Dat is een hertje, ja. Daar is het zwijntje. Ik wilde die... Ja, schiet maar. Warm. Niet in één keer killen, hè. Anders moeten we het heel het eind lopen. De pool tussen wel hier en daar. Ja, maar deze bogen doen nog niet zoveel damage. Je moet ze nu wel goed headshotten, wil je ze dood. Oh, zo nice. Bedoel je? Ja, yes, precies. Dat bedoelde ik. Toch fijn dat je het goede voorbeeld geeft. Ja, ik dacht misschien ben je het verleerd of zo, weet je wel. Je bent misschien wel niet aardig, maar je kunt wel goed schieten. Ja, dat hoort erbij. Onaardig zijn is dus gewoon mensen gewoon kunnen schieten natuurlijk. Oh, dit gaat al waarschijnlijk wel ik heb het hertje al even geswiped. Geswiped? Dit is... Swipe? Swipe. Nou, ik dacht eigenlijk aan Hearthstone. Maar... De server geswiped vandaag. Oeh, daar zijn mensen. Daar is ook een dude, ja. 2 dudes. Zijn ze aan het vechten? Nee. We zijn weg. Misschien hebben ze vlees van ons. Kom, we gaan het vlees delen. Ja. Oh, ze gaan het spul al oppakken. Oeh, ze hebben ook bogen. Oh, geraakt. Oh, dit is leuk. Ik heb nooit geweten dat onaardig zijn zo leuk kon zijn. Ja, ik zei het toch. Ik voel me wel een stuk minder mietje nu. De onaardige waaghals.
Oh, even kijken wat. Dat ben ik. Ja, ja. Oh, zij komt terug. Oh, achter de berg. Oeh, ze hebben hier code erin gelaten. Ik heb een code gestolen. Nice. Ik heb alleen nog steeds honger. Zullen we gewoon richting het bos gaan? Zoals ons plan was. Ja, dat lijkt me prima. Vechten. En je ligt ook iets op de grond. Rustic. Steak. Oh. Kan ik wel oppakken? I got it. Nice. I got it. Good job. Niet voor me langs lopen alsjeblieft. Oh, ik heb 30 seconden als het koud. Laten we heel even terug gaan naar het vuur. Nee. Want die dude komen toch? 30 seconden. Ja, maar ik ga anders dood van de kou. Oh ja. Oké, prima. Doen we dat wel. Ze zijn gewoon bang. Ze zijn weg. Zij zijn de mietjes. Oh, is dat zo? Oké, prima. Ze zijn wel heel hard weggerend, ja. Terwijl ze waren ook met z'n tweeën. Dan kunnen we dat vlees direct ook even bakken. Oké, prima. Zo zit veel kolen in, zeg. Ja, ik heb het daarnet weer gauw allemaal ingegooid, want het was bijna op. Ik wilde niet dat het vuurtje verdween. Nice. Nog 11 pijlen, dat is misschien wel een beetje weinig. Ik heb er nog 24. We gaan ze wel even bijmaken. Ik kan ze wel even handcraften, toch? Kun je dat handcraften? Arrow. Hey, sinds wanneer stekt de raw steaks? Ja, sinds dat ze je droppen per 3. Ah, natuurlijk, ja. Dan krijg je ze in 1 keer. Help even. Oh. Oeh, 6 leather. 6 leer. Bonus. Dat is wel goed. En 7 animal fat. Ik heb hier ook 2 leather. Ja, ik ben wel blij. Want het is op die nieuwe map. En het is allemaal even verkennen. En het is gewoon weer echt nieuw. En dat het is allemaal nieuw. Het is allemaal weer lekker ontdekken. Dus dat is goed. Ja, want het was gewoon een beetje veel van hetzelfde. Maar met zo'n nieuwe map, dat is gewoon echt zo anders. Wow, nice. Moet ja, je wel lopen. Maar... Moet je wel lopen. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. Zo. Gaan we dit... nee, dat gaan we niet bakken. Ja, we kunnen hier wel eventjes wachten. Ik weet niet hoeveel leer jij hebt. Ik heb er 12. Nou ja, dan kunnen we nog geen backpack voor jou doen. Helaas. Maar we kunnen wel we zouden een spawn point kunnen maken, maar daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan. Ja, we hebben wel voor de veiligheid dat je een spawn point hebt. Ja, maar misschien kunnen we als het nu weer dag wordt, als het zo meteen dag is, dan kunnen we denk ik wel... Oeh, hertje. Dan kunnen we denk ik gewoon wel naar het bos gaan, want dan hebben we het waarschijnlijk niet koud daar. En dan kunnen we daar gewoon een plekje zoeken. Nice. Ja, het gaat dus wel goed met de nacht overleven. Ik heb weer 4 leer hier. Ja, dit is even grind aan het begin. Hey, daar is rood. Waar? Of niet? Waar we mensen aan toe hadden gejaagd. Maar denk je dat ze doorgelopen zijn? Ja, ze staan daar niet meer achter die rots, toch? Nee, gaan we even kijken. Die met pakketjes hebben. Chill. Nou, ik kan het niet meer oppakken. Pijlen. Wow. Nee. No building. Ja, hier is een rode steen. Zij denken natuurlijk, dat is een rode steen. Daar gaan ze zo meteen sowieso op afkomen. En dan horen we ze zo erop slaan. En dan komen ze terug. Oh, er liggen heel veel spullen achter de... Hebben ze zitten soms te lokken met spullen of zijn ze gewoon spullen gedumpt? Ze zijn gesuicide. Oh. Nee, toch? Oh, nou, misschien. Who knows? Jij bent aan het hakken, hè? Ja. Ik heb nog even 2 slots. Hoppakee. Fear the training war. Bingo. Ik ga even zwijntjes hunten, want ik wil ook een backpack. Ik heb 12 leer voor je, dus in principe. Ja, jij hebt denk ik ook nieuwe pijlen nodig, of niet? Ja, maar ik ben ondertussen aan het handcraften. Crafting. Oh, sorry, verkeerde spel. Fortresscraft reference. Inside joke voor die ook Fortresscraft kijkt. Hoort erbij. Ik vind het spel echt zo tof. Nou, ik vind dit spel ook wel echt heel tof. Oeh, die nice headshot. Lekker. Ik ga naar het kampvuur. Okay. Of het kampvuur. Ik bedoel naar onze workbench. Hebben we daar een workbench? Nee, in die bosjes van net. Oh ja, klopt. Right, we zijn doorgelopen naar de... Wat is dit? Is dit een forest biome? Ja, het is het is net wat anders, hè? Maar ik vind het wel tof te uitzien met die... Forest biome met heuvels. Witte accenten. Zo gruwelijk. Het doet wel een beetje koud aan, maar gelukkig heb ik het nog niet koud. Nee, inderdaad. We zijn wel wat verder gegeerd. Even kijken, we hebben schoenen. Sarah heeft ook een backpack. Mijn storage is full. Het gaat zo hard. Wacht, ik kan die clay niet meenemen. Dat vind ik wel een probleem. Oh. Dat wil ik wel hebben. Maar daar moet ik iets voor opgeven. En mijn pijlen zijn ondertussen ook op. Dus dat moet ik ook een beetje bijmaken.
Crafting. Eventueel gewoon van die dingen als tendons. Of wat leer. Vind je echt nog wel. Ja, klopt. Tendon heb je niet heel erg hard nodig. Als een van ons twee het heeft, dan is het best wel genoeg. Je krijgt toch 5 van die eruit. Ah, deze map is wel vet, man. En in het midden van de map is een enorme stad. Daar zijn we naar onderweg, tenminste uiteindelijk. Dat is waar het allemaal gebeurt. Alle wegen leiden naar de stad. Volgens mij wel. Letterlijk. Ja. Zou het dan ook Rome zijn? Of is dat niet per se? Hallo? Ja, klang. Voor deze map wel, ja. Ik vind het nog niet genoeg rood gezien, maar wel een leuk stukje bos dit. Ja, ik vind dat vet. Daar is een stap, man. Is dat hem? Ik ben jou kwijt. Ik ga wel even de heuvel weer op, want ik zag jou net nog. Ja, daar, hier, op links. Ja. Daar is een stad. Bij mij is niet ingeladen. Oh, bij mij wel. Zeker, om even onder een schoorsteen te kijken, een rode schoorsteen. Ik zie iets, wacht. Ja, daar is iets. Oh, daar gaan we gewoon sowieso nu heen. Yes, wel of geen huisje. Precies, ja, we hebben wel de spullen dus om een huisje neer te plempen. Ja, misschien als we gewoon één rode noot zien ergens, dat we dan gewoon ons huisje neergooien. Oh ja, en dan telkens als we naar buiten komen, dan hebben we weer meer rood. Dat is handig. Goed plan. En eerst kon je altijd gewoon naar de, hoe heet het, de dome gaan. Nou, als we genoeg rood te vinden. Ja, inderdaad. Maar nu moeten we dus alles opnieuw leren. Ik moet wel zeggen dat, no building, oké. Ik moet wel zeggen dat er is een map met alle nodes van beschikbaar. Kun je gewoon vinden op Steam in de workshop, geloof ik. Ja, klopt. Voor die, dus dat is prima. Dus je kan jezelf in principe weer kunnen bedenken van wat een goede plek is om te wonen. Of dan het terrein echt zo goed is daar, dat weet ik dan niet. Je zou ook een testserver kunnen optuigen en dan eventjes een mod installeren dat je kan vliegen. En dan kun je ook eventjes kijken wat een goede plek is. Zou je kunnen doen. Ik zeg niet dat je dus, moet doen. Vind je het moeilijk om op een nieuwe map te spelen? Dan zijn er genoeg mogelijkheden. Wow, dit is de stad, hè? Dude, check deze stad. Dit is echt vet. Zullen we toch proberen eerst een huisje neer te knallen dan? Misschien is dat toch wel een goed idee. Want ik denk dat er vast meer mensen op dit idee zijn gekomen. Ja, maar misschien moeten we dan bijvoorbeeld kijken of als er nou eens een rots helemaal in een claim valt. Mogen we hier wel bouwen, is de vraag. Nou, hier kun je... Ja. Dit is wel tegen de weg aan, dus ik verwacht van niet. Als je hier nou 2 claims naast elkaar hebt, dat is best wel dik. Want dan kun je, dan ligt deze rot ligt helemaal in je claims. En dan kun je zeg maar met een ladder naar boven. En dan heb je zeg maar het bovenste deel is helemaal van jou. Ja. Dan kun je niet, heb je niet zo'n last van pottenkijkers en alles. Dat is wel vet. Ik vind dat wel een goed idee, ja. Is hier een, is dit een autowrak? Ja. Nice. Maar we kunnen wel gewoon proberen als we dit überhaupt kunnen claimen. En dan bouwen we gewoon eerst beneden een hutje. En dan gaan we later gewoon op die rots wonen. Ja, precies. Laten we dat doen. Kijken. Jij hebt de spullen bij je daarvoor, hè? Heb ik het concrete? Ja. Ik ga gewoon proberen om hier iets neer te zetten. En dan komen we er vanzelf achter. Nice. Ja, dat kan. Ah. Prima. Ja, volgens mij kun je zeg maar aan dit deel van de plot wel bouwen. En van het andere deel niet. Maar ik denk dat dit een hele strategische plek is. Omdat het zo op een kruispunt is van de ingang. Ik denk dat dat wel uitmaakt. Ja, ik denk dat het sowieso voor een eerste uitvalbasis is, denk ik, ideaal. Dat is wel tof, ja. We hebben echt geheim, is die ook niet meer. Nee, oké, okay, maar... Het, nee, ja. Ja, bouw maar een end weg, zou ik zeggen. Ik heb ook een totem bij me. Ik zal die... ja, wil je niet nog een beetje van de rots gebruiken, zeg maar? Oh, ik denk nu voor het eerst niet. Ik denk eerst nu gewoon snel ons standaard hutje bouwen. Dat werkt altijd wel goed. En dan kunnen we daarna gewoon gaan nadenken wat we willen. Zit je nou op de... Nee, je zit niet op de claim van de grens van de claim. Oké, prima. Dat is goed. Ja. Dakje erop. Dan ja, doe maar een houten dakje. Dat vind ik altijd wel mooi. Build mission. Oh ja, wacht. Zet spawn. Wat raar is, dat je spant met... Of die... Heb jij nou de emmer in die totem gedaan? Nee, die zit er toch al in. Ja, maar er zit gewoon veel amber in als je ja, maar die totem bouwt. Vier amber. Dat is waarschijnlijk omdat we dubbele loot hebben. In plaats van normaal zit er 2. Dus... Dat is de truc. Wil je een kleine deur? De kleine deur is wel leuk, hè? Ja, vind ik wel. Schattig. Oh, schattig. Die erbij. Oh, had jij er nou net de muur gezet? Ja, niks. Jij plakt ook die gekke muurtjes. Die moet je niet hebben. Ja, ik had net een kleine deur gepakt en dan gaat hij niet even dat resetten. Ja, het houdt voor een deur erin.
Ja, dat doe ik nog wel. Als jij de rest even bouwt, anders loopt het een beetje zo te stintelen. Yes. Shablam. Prima. Deze deur doet het ook. Ik heb hem getest. Heb je nog een workbench bij je? Nee, hè? Nee, die kun je niet meer oppakken. Heb je een tool voor nodig. Dus heb je die workbench voor nodig? Ja, net deed ik dus gewoon serieus verkeerd. Toen dacht ik van, oh ja, ik kan gewoon... ik heb een zo'n hamer, construction hammer. Maar dat is niet meer genoeg. En dat is al best wel lang. Maar ik ben gewoon van... first generation Hurt World speler, weet je wel. En dan... Ja, dan doe je dat fout. Je moet eventjes... dit afbouwen, want ik heb geen spullen. Ik ga wel workbench bouwen. Of had je dat ik heb een workbench gebouwd. Zal ik hem naast de deur zetten, zo zeg maar? Ja, dat lijkt me een prima plek, ja. Invalid placement location. Dan wordt het hier. Ik ga wel even hier. Naar buiten. Nee. Misschien hier? Nee, oké. Wat dacht je van... Eén die kant, één die kant. Hier? Nee, oké. Wat dacht je van hier? Nee. Bijna. Spel is zo, dit spel is zo raar. En het is zo van, ja, het is groen. En zo, ja, maar mag niet bouwen. Zo, ja, hallo. Waarom niet? Oh, ik heb nog geen aardemagneet gevonden. Dat is vervelend. je hebt die echt nodig om je te oriënteren. God, daar staat die gedraaid. Man. Oké. Nou. Ja, ik kan niet zo goed op de stand van de maan oriënteren, nee. Waarom kun je dat nou... Hoe oud ben je nou? Nee. Nou, niet zo oud dat ik dat nog gewend ben van toen ik op grote schepen voerde. Voordat je een telefoon had, moet je toch gewoon vaker eventjes op de... Nee? Ja, dan keek ik altijd van tevoren op een kaart. Een soort ik heb natuurlijk een kaart. Geprinte Google Maps, weet je wel. Heb je nog een stukje ijzer bij je? Een stukje... Hé, wat staat die workbench daar leuk zo? Ja, ik... Ja, ik weet het, serieus. Ik bedoelde het niet sarcastisch. Dit keer niet. Ik heb alleen opgesmolten ijzer. Ja, heb je alleen opgesmolten ijzer? Ja, ik ook. Ja, oké, dat betekent dat we een campfire moeten craften. Om weer te taggen naar insufficient resources. Wat? Dan moet jij het craften. Ik heb geen hout. Jij hebt al die hout. Loop je te facepalmen? Nee, ik ging aan sinaasappeleten. Het ziet er een beetje uit als een facepalm. Als een facepalm, maar het is stiekem gewoon een sinaasappel. Sinaasappelpalm. Face sinaasappel. Dat vuurtje kunnen we wel gewoon buiten neerzetten. Oh, ik heb geen... Oh, ik heb wel flint. Oh ja, ik zag de facepalm. Ga je het buiten plaatsen? Oh, slim. Slim. Oké, laten we de stad verkennen. Laten we dat voor de volgende aflevering bewaren. Want deze wordt al een beetje lang. Maar dan kun je een beetje zien waar we mee bezig zijn. Oh, en ik heb dat ijs binnen laten liggen. En kom dus vooral spelen. Want het is nieuw en het is leuk. En... Dus misschien even wennen, maar oh, het is ook wel tof hoor, om te zien wat mensen met die map gedaan hebben allemaal. Ja, precies. We gaan het gewoon sowieso een kans geven. En als het niet bevalt, ja oké, jammer dan. Maar we moeten het gewoon proberen. En het is gewoon leuk om het uit te proberen, toch? Dus ik hoop je allemaal te zien in de server. En zie je anders in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens! Ja.